Zo, en ik sta hier in Portugal, want ik ga meedoen met het Europees kampioenschap van Taekwondo. En om deze reis even goed te beginnen, ga ik naar een van mijn favoriete restaurants die ik vorig jaar ontdekt heb. Toen ik er ook al was. Het is echt zo'n Argentijn steakhouse. Ze hebben zelfs een zwembad binnen en een vleeskast. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Zie je al lekker vlees? Ziet er goed uit. Super. Zo, dit ziet de partij goed uit. We zijn uitgegeten en net wilde de ober nog bij mij op de foto. Die dacht van, oh, stel dat je nog groot wordt, dan heeft hij een foto met mij. Super grappig. Die zie je hier zo op het scherm. En hele vriendelijke gast. Was gewoon weer heel leuk. En morgen ook weer even leuke dingen bekijken. En daarna begint het toernooi. Maar ja, tot nu toe. Hele leuke ervaring. En de hotelkamer. Ondertussen sta ik hier op echt een hele mooie omgeving in mijn pak. Want ik ben bezig met een soort fotoshoot waar ik midden in beland ben. Maar als je deze omgeving hier zo ziet, dit is echt heel bizar. Dus nu ga je straks even foto's zien van dingen die ik nu net gemaakt heb. Ik ben best wel blij ermee. Hier? Ja. Oké. Zal ik ook weer een kick proberen hier? Ja. Oké, komt ie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nou, gaan we kijken. Oh ja. Nou. Bij de training aangekomen. Ik ben gelijk ook weer aan de slag. Maar superleuk. Allemaal mensen weer zien. De hele dag trainen. Helemaal top. We zijn onderweg naar de sporthal. Het is eindelijk de toernooidag. We gaan gewoon even lekker knallen vandaag. Zo, het is wel lekker rustig. We komen net de zaal binnen. Jij gaat ook lekker meedoen, hè? Ja, tuurlijk. Zit in dezelfde ring trouwens. We gaan niet meedoen, we gaan winnen. Ja, nee, dat is waar. Zit in een ring met volgens mij is van 15 of 16 anderen. Maar het is verschillende landen. En wordt wel een stevige competitie, maar daar zijn we hier ook voor. Gaat helemaal goed komen. Ben je ook een beetje klaar voor? Ja. Ja, het is wel intens hè, als je 18 zit, zeg maar. Je hebt echt linker gasten. Ja, maar ook gewoon echt 20 of zo. En iedereen heeft weer andere kragen en verschillende lijve badges. Ja, want zeg maar hoe hoog je kleur is, maar rood-zwart is dan level 1, maar sommigen hebben dan zwart of een breed dikker, zwarte. Of, ja. Dan heb je een eigen school, zeg maar. Het zijn meerdere die gewoon echt flink bezig zijn. En daar gaan we gewoon even tegen. En gaat doen. Ja, zo is dat. Komt goed. Ik heb eerst twee dingen gehad. De eerste, laag scoren en niet in een medailles. Maar met traditional weapons ben ik Europees kampioen geworden. Hey, Jet, score! Come on, come on, come on. Hey, Jet, score! One red, come on, come on. Hey, Jet, score! De traditionele onderdelen zitten erop en ik heb net mijn medaille gekregen voor de eerste plek en nu door naar de extreme forms en weapons.
Boots! 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 Nou, dat was best wel spannend. Ik ben helemaal bezweten, want ik heb de laatste competities gedaan. Ik ben tweede geworden met XMA Forms en eerste met XMA Weapons. Dus mijn tweede Europese titel van dit jaar. En ja, je hoorde waarschijnlijk al op de achtergrond allemaal mensen juichen en zo. En ze vonden het helemaal fantastisch. Ja, het voelt gewoon heel lekker. Mijn stem is ook een beetje op. Ik heb nog even een Sync 540 kick gedaan met een andere winnaar. Die was ook wereldkampioen. Ja, het was best een leuke groep en ik ben blij met het resultaat. Tot zover de toernooidag. Zo beginnen de laatste trainingen en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Ik heb in ieder geval heel erg van genoten en niet heel veel tussendoor gefilmd. Maar ja, dat is ook lastig, ik ben even bezig. Maar wel in ieder geval een leuke tijd gehad. Nou, de laatste training zit erop, dat was het dan. Ze zijn hier weer een beetje aan het afronden en ik zal ze vast zeggen... Leuk dat je keek naar deze video en tot weer de volgende keer en het volgende avontuur. Doei!